Nou, het is nu 2:30 en het is 30 graden hier. Maar ja, van 5 tot 7 kan die echt wel oplopen tot 40. Een van de tientallen studenten die last hebben van de hitte is Amber Biemans. Ze heeft al van alles geprobeerd om haar kamer koeler te krijgen, maar tevergeefs. Van de vorige bewoner heb ik een hoogslaper overgekocht, maar ik merkte al snel dat het veel te warm is om daarboven te slapen, want de warmte stijgt op. Dus ik heb het matras van mijn vorige bed beneden gelegd, zodat ik mijn ventilator aan kan zetten en de gordijnen dicht en ramen open en dan kan ik een beetje slapen. Wat vind je ervan dat het zo warm wordt hier? Ik heb er heel veel moeite mee. Ik kan heel slecht tegen warmte. Ik kan mijn warmte niet zo goed kwijt. Dus ja, ik slaap er slecht van en studeren is ook niet makkelijk meer. Deze twee flats werden een kleine 10 jaar geleden gebouwd door studentenhuisvester Duo. Inmiddels worden ze de zwarte dozen genoemd en dat zwart is ook de hoofdoorzaak van de hitte binnen. De studenten klagen al jaren bij Duo over de hitte en zijn het nu echt zat. Ik denk dat dit voorzien had kunnen worden, want je bouwt een flat die niet kan afkoelen en die maak je zwart en die zet je in de volle zon. Ja, rara wat er dan gaat gebeuren. We kennen het probleem. We weten dat het niet fijn is voor studenten die daar wonen, want die willen gewoon wooncomfort. We kijken nu naar zonnewering, we kijken naar verbetering van de ventilatiemogelijkheden van het gebouw en een paar slimme tips en tricks in het gebruik. Ja, dat lijkt me geen lange termijn oplossing voor dit probleem. En het probleem zal blijven, want ja, de zomers blijven warm. Ja. Dus het gebouw is net gebouwd, dus het idee is denk ik wel dat hier heel lang nog studenten komen wonen. En wat zou een structurele oplossing kunnen zijn? Ja, ik denk iets van airco's of windschermen of in ieder geval het gebouw misschien wit verven of folie aan de buitenkant, dat soort dingen. Tot het zover is blijft het dus nog even behelpen met zonwerende gordijnen.